Het is al vroeg druk bij de kraam van Elzeline Knuttel aan de Groenmarkt in Dordrecht op de Dordtse Boekenmarkt. De echte Annie M.G. Smit fans die wisten hiervan, dat kan bijna niet anders. En die komen zo vroeg mogelijk om hun slag te slaan, om de echte bijzondere boeken en singeltjes ertussenuit te vissen. Wat heeft u gevonden, mevrouw? Voor mijn kleinzoon kinderliedjes. Nieuwe kinderliedjes van Annie M.G. Smit. Ja, hij is 9 maanden, dus hij is heel erg geïnteresseerd in liedjes. Zeg, heb je gehoord van die poes? Die woont tussen Schorre en Goes. Ja, er wordt zelfs gezongen op de boekenmarkt. Want Elzeline speelt met 2 oude vrienden liedjes van Annie M.G. Smit. Tussen Schorre en Goes woont een Cyperse poes. Die nauwkeurig de jaartallen kent. Van Philips II, Christina van Zweden en de pacificatie van Gent. Elzeline Knuttel, je hebt een boekenwinkel in Dordrecht. Bent vervent verzamelaar van Annie M.G. Smit spullen. Wat zie ik hier allemaal zoal in je kraam? Eerste drukken van Abeltje, van Jip en Janneke. Ik heb allerlei geluidsopnames, dus ook van de familie Doorsnee bijvoorbeeld. Maar ik heb ook het script van Ja zuster, nee zuster. En dat, dan zie je echt hoe zij het getypt heeft, zal ik maar zeggen. Het Annie zelf getypt? Ja, ja. En daar een kopie uiteraard van. Maar wel dat je precies haar aanwijzingen ziet en eventueel af en toe nog haar doorhalingen of veranderingen in het verhaal. Heel veel singeltjes. De Hoezepoes van Connie Stewart. En natuurlijk heel veel Ja zuster, nee zuster liedjes en cd'tjes met Leen Jongewaard en Hetty Blok. Niet met de deuren slaan, ja zuster, nee zuster, niet op de stoelen staan, ja zuster. Ja zuster, nee zuster, ja zuster, nee zuster. Wat maakt haar nou zo bijzonder, Annie M.G. Smit? Haar taal, kijk, als kind lees je dat, maar weet je niet waarom je het leuk vindt, maar geniet je er gewoon van. En later, omdat het ook wel een beetje mijn vak is, kijk je naar hoe ze met taal speelt, hoe ze rijmt. En door humor die geweldig is, die voor kinderen geweldig is, maar als volwassenen zie je daar nog weer een andere laag in. En ja, vind ik dat ook geweldig. En ook, het was in een tijd dat alles braaf was, wederopbouw, iedereen keurig netjes. En zij was lekker stout. En dat sprak me ook erg aan. Ze heeft altijd hele autonome kinderboekfiguren gehad, die ook hun eigen gang gingen. En ja, dat vond ik als kind leuk en nog steeds leuk en belangrijk. Dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekkie van de fuk. Ik geef een stekkie van de fuk. Ja. Van de fuk, 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 ja. Van de fuk, 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 ja. Van de fuk, 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 f